chegou. Waarom zit ik bij de carnavalsvereniging? Ik denk dat carnaval, het zit in je, denk ik. Misschien ook wel ja, van jongs af aan. Maar ook wat ook wel belangrijk is, denk ik, dat je iets voor het dorp wil doen. Verenigingsleven, actief zijn in het vrijwilligerswerk. Ik denk dat er allemaal ook een beetje mee te maken heeft. Maar gewoon carnaval zelf, ja, dat ja, ik vind een mooi feestje. Ik vind het prachtig. En op deze manier wil ik mijn steentje een beetje aan bijdragen. Ik was 12 of 13 en toen zochten ze dansmariekes. En mijn vriendinnetje die ging dat doen. En toen dacht ik, nou, dat vind ik ook wel leuk. Want dan kun je naar alle feestjes en dan mag je anders niet heen. Ja, zo denk je hè, als je 12 bent. En zo ben ik begonnen. Dus dat hebben we best wel een heel aantal jaren gedaan. En toen ben ik het bestuur ingegaan als secretaris. En dat heb ik 18 jaar gedaan. Als er een stelletje trouwde... Dan hadden ze een stenen pijpje en er hing tabak in en dan moesten ze roken. En je vindt ze hier in de omgeving overvonden in de grond en ik had al veel tuinen gespit en zo. En ik kwam die dingen overal tegen. En puppenkoppen, zo is de naam ontstaan. Het verenigingsleven zit mij denk ik wel in het bloed, ja. Moet ik wel zeggen, het is vooral ook de combinatie natuurlijk met het dorp. Waar je natuurlijk mee vergroeid bent. Ik woon tegenwoordig buiten de landsgrenzen van Achterveld. Vind ik heel erg. Maar ja, het is wat het is. Ik kom weer terug. Let maar op. En ook zo'n optocht. Het is fantastisch om mee te lopen. Dat doet gewoon wat. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ja, ik vanaf 2008 dus, eerst als algemeen bestuurslid. En nu ben ik, dit wordt mijn vierde seizoen als president van de Puberkoppen. Poeh, wat betekent carnaval persoonlijk voor mij? Het is ook een stukje saamhorigheid, denk ik. Carnaval is voor mij een uiting van het dorpsgevoel. Saamhorigheid. Nou, de saamhorigheid. Carnaval persoonlijk voor mij is om feest te vieren met de hele gemeenschap. Wie het ook is, maakt niet uit. Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar 5 dagen lang in de kroeg hangen en lallen. We doen heel veel dingen voor het dorp, zeg maar. Ook zieken, mensen die overleden zijn, er wordt aangedacht. Dus het is, ja, het is veel meer als dat mensen denken. Omdat het goed georganiseerd is en de mensen op het dorp leven allemaal mee. Ja, zelfs buiten het dorp komen de mensen naartoe omdat hier altijd gezellig is in Achterveld. Het carnaval in Achterveld echt wel, dat hoort bij elkaar. Maar carnaval in Tiel of in Den Bosch, dat is ongetwijfeld heel leuk, maar niet voor mij. We kunnen tegen Den Bosch Eindhoven op hoor. Nee, dat heb ik totaal niet. Wij doen lekker ons ding. En ik ben weer het vraag vergeten. Is er competitie? Nee, absoluut niet. Dat vind ik absoluut niet. Kijk, wat anderen doen, hè, dat moeten ze gewoon lekker zelf weten. Ja, dat meen ik echt. Toen ik afscheid nam als secretaris, ben ik erelid geworden. Had ik mezelf ook als doel gesteld. Het allereerste vrouwelijke erelid. Nou, dat is gelukt. En ik hoop dat er in de tijd er nog een paar bij gaan komen. Want ik ben nog steeds de enige vrouw. Bevrijd carnaval Achterveld. Nou, ik mag hopen eigenlijk van niet. En sommige mensen hebben met rechten inderdaad een masker op wat met carnaval afgaat. In die zin is het misschien wel bevrijdend. Maar nou ja, goed, het bevrijdt misschien wel een beetje van het juk wat van alle dag. Je hoort heel vaak roepen, joh, het is alleen maar bier drinken en buiten de deur. Je weet wel. En dat is natuurlijk gewoon niet waar. Dat is het gewoon echt, dan als je er zo over denkt, dan mis je de essentie van carnaval. Ik merk wel dat het voor de vereniging wel lastiger wordt. Want om door te kunnen gaan, moet de vereniging vooral ook nieuwe raadsleden hebben. Ik heb mijn ogen uitgekeken, dat weet ik wel. Zo groot die wagens zijn, wat die jeugd kan tegenwoordig, hè? Allemaal draaiende delen.
heb dat met plezier ben ik ermee begonnen. En ik en een vrouw, die stond er ook achter. En allebei tranen over onze wangen. Zo mooi, zo prachtig, ja, is... wat daar aan je voorbij ging. En ook wat je gestart was. Ja. Hè? Ja. Ja. En de hulp kreeg ik van Rio, hoor. Nou, kijk, carnaval is dus eigenlijk een mannengebeuren. Je ziet veel mannen, maar wat er achter de deuren gebeurt, zeg maar, er is zoveel wat de vrouwen doen. En vooral in onze tijd, boekjes vouwen, snoep maken, kleding maken. Nou, we hebben van alles gedaan. Ja. Steun achter de mannen. Nee, daar sta ik nu achter, maar achter Gijs staat nog zoveel jaren. Ja. Hè? Ja, dat is goed. Het meeste herinner me dat ik het opgericht heb. Daar ben ik zo trots op. Dat het zo geslaagd is. En tot nu toe, al 50 jaar. En die komen van buitenaf, komen ze ook. Ze komen van Nijkerk, van Woudenberg, Scherpenzeel, de hele omgeving komt de jeugd naar Achterveld toe in die dagen. Is Achterveld zijn roots aan het verliezen? Nou, dat denk ik niet. Ik ben het met je eens, ze komen van overal. En dat is ook wel eens lastig. Niet zozeer omdat ze niet welkom zijn met z'n allen, maar wel omdat er geen ruimte voor is. Roots kwijtraken? Misschien wel iets. Dat op een gegeven moment, zeg maar op zaterdag, dat de echte Achtervelders bijna nergens meer naar binnen kunnen, want alles zit vol. En voor aankomend seizoen gaan wij wel daar veranderingen brengen. Dat we voor de wagenbouwers, onze leden, dat er op zaterdagmiddag wel een gelegenheid is dat de Achtervelders voorrang hebben om ergens toch naar binnen te komen. Ik heb het met plezier gedaan en ik heb het met plezier beleefd. Dus ik ga niet meer naar de carnaval toe. Ja, ik dood gewoon niet. Het hoeft voor mij niet. Wat maakt het bijzonder? Dat vind ik wel een hele moeilijke vraag eigenlijk. Nou, dat er zoveel personen op de avond komen. En als je dan de optocht die we dan georganiseerd hebben. Je begon dan met een karretje, er stond een pijp op en er zat een bruidspaar in. Dan gingen we het dorp rond. Met muziek. En dat vonden mensen zo prachtig. En dat werd steeds groter. Het maakt het bijzonder dat zo'n klein dorp zoiets groots kan neerzetten, denk ik. Als je ook ziet de optocht, hoeveel deelnemers we hebben. En we hebben maar één deelnemer van buitenaf. Maar verder doet elke groep, komt echt uit het Achterveld. En dat is ook wel iets waar ik echt ontzettend trots op ben. Dat alles gewoon eigen is. En dan is vaak nog het bouwen is misschien nog wel leuker als meedoen met de optocht. Want je, lekker in de schuur, op het eind dan bouwen een biertje, lachen, ouwehoeren. En ik denk dat dat voor de bouwers haast nog leuker is als de optocht zelf. Welke persoonlijke herinnering? Dat wij met de vriendengroep de optocht hebben gewonnen. Dat was in 1999 met het Zwanenmeer. Daar hadden we een hele mooie zwaan hadden we gebouwd. Die kon bewegen en draaien. En de trekker was een hele mooie viool. En we hadden van die witte tutu-pakjes aan. En we dansten een beetje, ja, pirouetjes draaien. En toen werden we eerste. En we hadden de publieksprijs. Dat zou ik echt nooit vergeten. Wat zeg je tegen iemand die carnaval een raar feestje? Ja, dan ben je niet goed, want het is wel leuk. Ja, maar ja, wat ik in het begin ook aangaf, het zit in je, denk ik. Ja, een hoedje, een petje, een brilletje op. Ja, ik word er wel vrolijk van. Ja, en sommigen hebben dat minder. Ja, maar dat geeft toch niks, toch? Iemand anders vindt alles weer wat leuk. Ja, dat is het eigenlijk. We willen met z'n allen graag dat groepsgevoel houden, dat leuke carnaval. Ons kent ons, maar dat moet wel... Er moeten mensen zijn die dat willen doen. Dus bij deze doe ik daar dan ook even een oproep voor. Heel graag. Want de carnavalsvereniging echt ondersteunen. Dus die of raadslid willen worden. Of vrijwilliger willen zijn bij de optocht. Of vrijwilliger zijn op een andere manier. Want de jeugd heeft de toekomst. Dus de jeugd moet ook uiteindelijk de carnavalsvereniging weer meenemen. Nou, ik hoop dat we op deze manier door kunnen gaan met z'n allen. Als vereniging zijn, maar ook als jullie als dorp. Dat jullie allemaal toch weer komen naar onze feesten. En dat we ook weer nieuwe raadsleden mogen hebben, vrijwilligers. Dat mensen willen meedoen met de optocht en zo. En dat het carnaval in Achterveld toch wel weer door kan gaan op deze voet. Dat hoop ik echt, want als dat zou stoppen, dat zou ik eeuwig zonde vinden. We zitten al tegen de 55ste prins aan. De 53ste krijgen we nu de 11 van de 11, dus...
Ik hoop dat we ook nog wel naar 66 kunnen gaan. Dat hoop ik zeker, ja. Ja, absoluut, ja. Oh yeah. Chegou na massa, chegou, chegou na praça, chegou.